Yeah. Ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit nu in de eerste dag van mijn toetsweek en ik dacht het is vast leuk om jullie eventjes mee te nemen. Dus ik ga deze week een soort van vloggen. We zullen zien hoe dat gaat. Het is vandaag vrijdag en echt pas om 3 uur heb ik mijn eerste toets aardrijkskunde hoofdstuk 3 over Zuid-Amerika. Dan heb ik hier een overzicht van de toetsen die ik nog meer heb. Ik ben niet zenuwachtig, maar ik weet wel dat ik echt wat moet doen en zo. Wat ik niet ga doen is avond doorhalen. Dat is no go. Nee, gaan we niet doen. Wat ik nu nog even ga doen is het hele hoofdstuk in 1 keer doorlezen. Ik heb het al 1 keer samengevat. En als ik het nu doorlees, dan zit het helemaal vers in mijn hoofd, hoop ik. En dan ga ik misschien als ik tijd over heb ook nog even de examenvragen doornemen en beantwoorden. Oh, ik ben nat. Nee, niet nat. Zanderig. Hi. Ik ben helemaal slaperig, maar ik moet echt wakker worden even. Dus, nou, komt goed. Ik heb net het hele boek, het hele hoofdstuk doorgenomen. Ik sta nu 7.3, dus het kan niet fout gaan. Maar, ik ga me klaarmaken. Hoe ging het? Het ging best prima. Ik miste een paar begrippen die ik even vergeten was. Maar voor de rest, toetsen duurt zo lang tijd. Dus ik heb lang in concentratie gezeten. En ik ben nu moe. Ja. Doei. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik heb eigenlijk het gevoel dat het vrijdag is. Maar helaas zijn we al een dag verder. En de klok gaat ook pas vooruit. Dus dat betekent dat we een uur minder hebben volgens mij. Als ik goed heb nagedacht. Dus ik ga nu Nederlands samenvatten en dan ga ik werken aan de video voor morgen. En ik moet eigenlijk alles nog doen. Mijn hele tekst vertellen. En ik moet alles editen. Hi. De hele zaterdag heb ik gewerkt aan de video en die is geüpload. Alleen, ik heb een beetje stress, want ik heb nu Nederlands helemaal samengevat en ik denk wel dat ik het ongeveer weet. Maar Duits en geschiedenis heb ik de dag na maandag, dinsdag. En ik heb daar een beetje stress voor. Maar ik ga nu naar buiten. Eventjes. Lekker voor de dansbar gesteld. Wow. Ja, dus. Anouk app me. Hey, zullen we 12:25 bij Bruggetje? Dus ik zo, is goed. Appt ze me om 12:31. Mo, ik ga of ben je er bijna? Zat 12:25. Het zat weer een uur vergist. En ik had het niet door. Vanochtend heb ik dus het hele hoofdstuk nog even doorgelezen. Ik denk wel dat het gaat lukken. Ik maak me meer zorgen over morgen. Want ik heb nu alleen nog maar hoofdstuk 6 doorgenomen van Duits toets. Ik wist die woorden wel gelijk bijna allemaal. Ik moet dit helemaal leren. Dit. Oh ja, geschiedenis moet ik ook nog eigenlijk een soort van eventjes goed doen. Waarom ben ik niet eerder begonnen? What's in my bag? Een etui. En dat was het. Outfit of the day. Dit van Monkey. Oh my god, ik word een fashion vlogger. Een riem en een broek. En wat dacht je van sokken? En ik heb ook nog mijn tas. En ik heb mijn bril op. Want ik ben wel van plan om dingen te gaan zien vandaag. Dan ga ik nu naar school. Ja. Ik ben er weer. Ja. Hoe ging dat? Dat ging wel prima. Ik doe mijn bril even af. In de video's heb ik echt bijna nog mijn bril op. Er waren 13 vragen en ik wist eigenlijk bijna alles wel. Ik had het verhaal niet gelezen. Ik was het vergeten. Maar ik heb wel gegokt. Dan ga ik nu eventjes een andere video opnemen. In deze video zien jullie volgens mij volgende week.
of die week daarna. Ben ik dan jarig? Nee. Dit is dan de outfit voor nu. Ik ben best moe na het filmen van die video. Ik ga gewoon mijn telefoon in mijn bed gooien. En dan ga ik nu Duits doen. Ik ben een beetje vergeten achter met dat ik allemaal al gefilmd heb. Gisteren heb ik dus Nederlands gehad en gedanst. Vandaag heb ik eerst om 2:15 geschiedenis. Een uurtje later Duits. Gisteravond heb ik gewoon echt nog 2 uur lang in mijn bed gelegen. En ik heb die woorden doorgenomen allemaal. Ik ga ze nu allemaal achter elkaar schrijven. Dus zodat ik het onthoud, hoop ik. Oeh, dat ben ik wel leuk. Ik ben nu met de fiets aan het wachten op mijn oma, want dan kunnen we zo meteen samen fietsen naar mijn huis toe. En dan komt ze avondeten. Trouwens, Duits ging prima. Oh, en geschiedenis? Ik weet het niet. Hi, ik ben thuis. En normaal zit ik hier niet te filmen. Maar ik zit helemaal in een filmflow. En ik ben nu bezig met deze video, met die video, met de video die ik hier nu aan het opnemen ben. En een andere video. En ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik ben helemaal in mijn element. Ik had eerst geschiedenis, maar ik begon een beetje te laat met leren. En op zich, ik wist wel echt dingen antwoord te geven. Vooral de stromingen en zo. Maar op een gegeven moment bij die laatste vraag dacht ik echt... Oké, misschien moeten we dit weten, maar ik kan... Wanneer hebben we het hierover gehad? Maar ik heb wel voldoende door, denk ik. Daarna had ik dus eerst de Duits woordenschattoets. En ik wist... Veel meer dan normaal gesproken, terwijl ik 2 uur de avond ervoor pas echt ben gaan beginnen met leren. Dat vind ik wel een prestatie. Nou, en toen ik klaar was met de leestoets, wat volgens mij best wel prima ging, maar ja, met leestoets weet je nooit. En daarna hadden we... Oh, toen was ik uit, ja. En mijn zusje is aan het dansen, dus ik heb het huis voor me alleen. Ik ga nu verder met het opnemen van een andere video. Oh, vandaag heb ik dus geen toets meer om voor te leren. Eigenlijk... Ben ik toetsweken vrij nu, maar ik heb nog wel toetsen en ik vind het ook wel leuk om verder te filmen, dus. Ik zie onze technici. Hoi! Ik heb geen toetsen meer om voor te leren. Nee. Ik moet niet gelijk zijn van het schuldig, hè? Het is nu 3:12. 3:12, ik bedoel 3:08. Goedemorgen. Het is super lekker weer. Ik ga ervan genieten. Ik heb ook een shirtje aan gedaan. Ik heb gisteren niet meer verder gefilmd omdat ik... Ik moet nog Frans, alleen het is een leestoets. En Engels is een schrijf, dus ik kan er nog wel eens op voorbereiden met gewoon eventjes de PowerPoint doornemen en zo. Dan ga ik nu mijn nagels lakken. Deze boek binnen. De kast in. Oké, ik had even een hele zoektocht naar mijn telefoon omdat ik hem niet kon vinden, maar ik heb hem gevonden. Yeah. En nu ga ik alles uitknippen. Kom je doen? Kom naar huis. Oh, gezellig. Wij gaan vanavond koken. Oh, wat leuk! Ja, goed idee? Ik dacht ik wil even mijn outfit filmen van de dag, want ik ben er heel blij mee. Ik heb blauwe nagels met wolkjes. Een blauw dingetje met dingetjes. En blauwe veters. En je killde me echt. Staat de video aan? Ja. En ik heb een leuke tas. En deze tekst matcht met mijn jas. En mijn haarklip ook.
Oh, leuk. Nou, ik heb net een schans gehad. En het ging. Hoe ging het? Ja, ik ben niet zo goed in Frans. Ik wilde eigenlijk eventjes wat meer aan doen. Maar voor de rest had ik veel haast. En toen was ik begonnen met fietsen. En toen dacht ik, oh nee, ik ben mijn woordenboek vergeten. Dus toen ben ik teruggegaan om een Frans-Nederlands woordenboek mee te nemen. Maar ik was op tijd op school. Dus dat is mooi. Keuken. Ik kookte wel ooit. Ik heb dat al heel lang niet meer gedaan. Dus ik ga wel zusje koken. Morgen Mexicaans maken. En dat is het enige wat ik echt kan maken. Nee, ik kan wel koken. Ze zei dat ik weer uien moest snijden. En dat is echt het stomste klusje gewoon. Er komt een baby ui. 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 Een dingetje. Ja, schattig. Oké. Vermoorden. Oh my god. Dat moet ik terugzien. Zoals je ziet heb ik al de hele ui gesneden. Nee. Ik flipte net het mes en toen hield vinger ik hem weer. Ik zeg van, laat me wel een beetje voor vannacht over. En er... Oh, dat gaat... Yeah.